De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen en vraagt daarom om ander onderwijs. Of zeg je, nee, ik ben een mbo. In de podcastserie Dit is Onderwijs vragen Chantal Mulder en Maaike Kuil voor hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst. Jongens, misschien luisteren we allemaal meisjes. Want onderwijs is geen thema in de maatschappij. Onderwijs is de maatschappij. Is het de maatschappij. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Dit is Onderwijs met vandaag niet één, maar twee gasten in onze studio. Goedemiddag David, goedemiddag Kees. Leuk dat jullie er zijn. Goedemiddag, zeiden <laughs> zij in koor. Zouden jullie je willen voorstellen aan onze luisteraars? Ja, dat mag ik eerst. Ga je gaan, super. Ik ben David Verrasdonk. Ik ben werkzaam als leerkracht op de Mathieu-Wiegmanschool in Bergen. En ik ben tevens onderdeel van de werkgroep De Nieuwe Alkmaarse. En mijn naam is Kees Hoogvorst en ik ben de bestuurder van het Jan Arends in Alkmaar en uh, een van de initiatiefnemers, grondleggers van uh, de nieuwe Alkmaarse. Ja. Juist. Dus wij hebben eigenlijk iemand uit het primair en uit het voortgezet onderwijs uh, te gast vandaag en Klopt. wel allebei betrokken bij de nieuwe Alkmaarse. Spannend, Maaike. Ja. Willen we er nu al iets over weten <laughs> of gaan we eerst toch even de stellingen doen? Dat we dat doen. Ja. Dus voordat we daar meer over willen weten, gaan we een aantal stellingen aan jullie voorleggen. Daar mag je kort op reageren, zodat we ook genoeg tijd over hebben om het over de nieuwe Alkmaarse te hebben. De eerste stelling: wat is volgens jullie het doel van onderwijs? Ontwikkeling: uh, komen tot jezelf. Okay. En wat is het belangrijkste dat jullie op school hebben geleerd? blijft wel heel lang stil. Ik vraag, ik vraag me <laughs> af of ik dat op school geleerd heb. Ik denk dat ik dat daarbuiten geleerd heb. En dus dat is mens zijn. Mens zijn, mens zijn. Uh, voor mij dat het systeem uh, niet werkt. Mm. Mm. Okay. Uh, de derde. Moet leren leuk zijn? Ja, grotendeels. Nee. En als jullie iets zouden mogen toevoegen aan het huidige onderwijs, wat zou dat dan zijn? Vrijheid. Uh, veel meer op het sociale aspect. Okay, en als we dit soort dingen gaan toevoegen, uh, zijn er dan ook dingen waar we mee mogen stoppen? Toetsen. En <laughs> ja, minder focus op het didactische. Oké, okay, we hebben de stelling, kinderen worden nu prima voorbereid op de uitdaging van de toekomst. Nee, jongeren halen nog steeds een heel goed diploma binnen het voortgezet onderwijs. Maar of dat diploma raakvlak heeft met de maatschappij, dat is een andere vraag. Hmm. Nee, ik denk het ook niet. Okay. En als ik aan jullie voorleg, wat is dan de belangrijkste vaardigheid of competentie die iedere jongere na 16 jaar onderwijs moet hebben meegekregen? Medemenselijkheid. Uh, dat je regie hebt over je eigen leven. En de laatste. In De Lieder nemen wij een stelling aan. Namelijk, we willen de wereld in school zetten en school in de wereld. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Eens. Zeker eens. Hey, het is wel de eerste keer dat we heel snel door de stellingen heen zijn. Hebben ik jullie het vind door? Ik dat ook knap. Ja, twee ja, Het is toch kort. Ja, nee, hartstikke goed. Dan houden we veel tijd over. Maar we hebben ook wel eens dat we hier al zo op uitweiden dat we niet meer toekomen aan de rest. Je hebt gelijk. Jullie hebben goed naar de instructie ja. geluisterd. En waren vast hele brave leerlingen in jullie eigen schooltijd. Altijd. <laughs> altijd en er wordt gelachen ook. Oh, ja. nou, dat zegt ja. genoeg. <laughs> um, jullie hebben ongetwijfeld vanuit je eigen uh, onderwijsachtergrond ontzettend veel te vertellen. Um, maar wij gaan vandaag meteen de diepte in en focussen op DNA, oftewel de nieuwe Alkmaarse. Uh, want de tijd is altijd al te kort. Ik kan een van jullie vertellen, David, kan jij vertellen wat waar staat de nieuwe Alkmaarse voor? Wat is hun doel? Uh, drempeloos onderwijs voor, voor iedereen, dus we willen graag een school die, uh, die geen drempels vormt voor kinderen, voor geen enkel kind. Oké, okay. dat klinkt ambitieus. Um, ik kijk nu meteen eventjes naar Kees. Want Kees, jij zei: ik zat aan de, aan de, de voorgrond zeg maar, uh, in, dit, in dit proces. Mm -hmm. um, waar komt dat vandaan? De behoefte aan drempelloos onderwijs. Um, het is niet meteen mijn behoefte, maar uh, ergens... Ik ben nu bijna twee jaar bestuurder van het Jan Arends. Ja. En dan ga je zo'n uh, rondje langs de velden maken om andere bestuurders te leren kennen. En ik kwam uh, uh, een van de vorige presentatoren, Igor Veretas, tegen. Ja. En die zei, jij moet ook kennis maken met mijn bestuurder, Anne Brugman. En uh, dat deden we gedrieën. Ja. En binnen twintig minuten waren uh, Anne en ik het er wel over eens dat wij iets als 418 drempeloos onderwijs zouden moeten gaan vormgeven in Alkmaar. Oké, okay. en Anne en, is de bestuurder van Saks, dat van is ook Saks. een basisscholenorganisatie. Ja, ja? basisscholenorganisatie. Ja, Oké, okay. goed. En binnen twintig minuten waren wij er wel uit dat het uh, een heel mooi idee is. Ja. En had Igor een opdracht om daar eens uh, uh, verder over na te denken met een club mensen. <laughs> en dat is zeg maar de start van wat nu de nieuwe Alkmaarse... Is gaan heten. Ja, oké. Okay. Maar 4-18 onderwijs, dan heb, je het, dan heb je het over leerlingen van 4 tot 18 jaar. Kinderen, jongeren van Kinderen. 4 tot 18 jaar, die in één gebouw bij elkaar hmm. naar school gaan. Waarin je niet een harde knip hebt van groep 8 naar de brugklas. Juist. Maar dat je van groep 8 naar groep 9 kan. Uh, dat we dan ook niet meteen bepalen of je uh, uh, VMBO-basiskader of gymnasium gaat doen. Oké. Okay. Um, je wordt wel op niveau uitgedaagd in de vakken. Mm -hmm. uh, maar die, dat, mm -mm. die keuze voor het uitstroomprofiel doe je ergens rond je vijftiende. Um, en dan pas gaan we op cognitief niveau eens nadenken wat jouw uh, niveau is. Oké. Okay, dus eigenlijk is die keuze voor een leerling op DNA een heel stuk later dan nu het geval is? Ja. Ja. Wat mij betreft zeker. Ja. En uh, waarom is dat een goed idee dan? Um, omdat wij het enige land in Europa zijn dat uh, uh, kinderen eigenlijk vanaf 11 uh, jaar, mm -hmm. formeel vanaf 12 jaar, in een hokje stoppen uh, ja. wat hun uitstroomprofiel is, wat hun niveau is. Ja. Waarbij de vraag is of je op 12 jaar uh, leeftijd al kan vaststellen wat iemands niveau is. Ja. Um, de reden dat ik hier zo hartstochtelijk over ben, gaat ook over mijn eigen achtergrond. Ja. Ik ben ooit begonnen als trots uh, MAVO-jongen. Ja. En uh, ben ondertussen uh, uh, twee masters verder en een uh, uh, bestuurder geworden in het voortgezet onderwijs. Um, en ik kwam laatst een van mijn docenten van de middelbare school tegen. Ja. En uh, dat toen was meneer je dus Hovenstad op de, op de MAVO zat. Dan? Toen ik op de MAVO ja. zat, meneer Hovenstad, geschiedenis. En die vroeg mij, Casey Hoogvorst, jeetje, wat doe jij tegenwoordig? Oh, niet dat is er van jou terechtgekomen. Nee, hij vroeg netjes van, wat, is er, wat doe jij tegenwoordig? En toen zei ik, ik ben bestuurder van een middelbare school. En toen werd hij heel even stil en toen zei hij, die zag ik niet aankomen. Jullie vroegen net, die was een Engeltje op school. Nou, dat ja. is een ander verhaal. Je hebt uh, in ieder geval niet het, ge, het gebaande pad gewandeld. Nee, nee. Ja. en um, ik denk dat als ik meer tijd had gehad... Um, en mijn ouders het hadden aangedurfd om mij naar de middenschool te sturen, die op dat moment al bestond of in opkomst was. Ja, en dat is ook een beetje 10, 14 jaar soort tien, onderwijs? 10, 14 jaar. Als je dat tegenwoordig noemt, krijgen mensen pukkeltjes uh, van het <laughs> idee. Maar um, het idee dat bij mij de keus later had moeten vallen, is echt wel sterk. Ja, dus van jou, jij hebt het gewoon zelf ervaren. Ja. Kijk ik meteen even naar jou, David. Hetzelfde. <laughs> Hetzelfde. Lekker bondig, maar leg vooral uit. Ja, voor mij was uh, school was eigenlijk altijd al een crime. Uh, basisschool, uh, ik, ik kon heel slecht stilzitten. Had altijd bewegingsdrang. Maar ja, dat moest nou eenmaal. Je moest zitten, kijken, luisteren. Mm -hmm. um, ik heb daarin ook altijd oude gesprekken gehad. Uh, waarin werd verteld: ja, er zit zoveel meer in jou. Je kan zoveel meer. Uh, uiteindelijk kreeg ik een HAVO-VWO-advies in groep 8. Ja. Uh, ben ik in mijn eerste jaar, wat uh, ik net niet voldoende... dus moest ik naar een VMBO-TL-HAVO-klas. Uh, uh, ja. In mijn tweede jaar uh, is toen aan het einde een IQ-test afgenomen... of ik wel daadwerkelijk naar HAVO kon of niet. Mm -hmm. Dat was uiteindelijk... Uh, ik hoorde achteraf dat de IQ-test niet voldoende was... maar dat mijn moeder heel erg heeft gepraat om het wel voor elkaar <laughs> te krijgen... En uh, ja, AFO was vervolgens ook een drama. Een jaar blijven zitten mm -hmm. met heel veel uh, ondersteuning van thuis, toch uh, weten, mijn diploma weten te halen. Ja. Ja, en toen met frisse moed de Pabo. <laughs> dat was ook een, uh, een leidensweg uh, die acht jaar heeft geduurd. En Weetje, uh, ja. Uh, uh, ja, eigenlijk allemaal omdat uh, hoe het moest, dat, 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 dat voegde mij niet. Ja. En um, ik heb daarin ook eigenlijk nooit van docenten de tools gehad om het wel eigen te maken. Of dat er is gekeken van, maar wat heb jij dan wel nodig? Ja. En. Um, Achteraf is het voor mij heel mooi geweest, want het heeft wel mijn visie bepaald op onderwijs. Ja, dat geloof ik wel. En hoe jij nu als leerkracht voor de klas staat, ja. is ongetwijfeld anders dan wat je zelf hebt ervaren vroeger. Ja, zeker. Zeker. Ja, ja. Nou ja, daar willen we ook van alles over horen. Maar ik ga weer even een, een bochtje terugmaken naar uh, de nieuwe Ookmarsen. Uh, want uh, Kees, jij hebt dat gesprek gehad met uh, Anne, de andere bestuurder. Klopt. Jullie besloten dit is een goed idee en zeiden toen. Tegen een groepje mensen. Doe er eens wat mee. Doe er eens wat mee. Ga eens <laughs> uitzoeken wat daarvoor nodig is. Ja. En tegelijkertijd bleek dat er uh, nog meer schoolbesturen uh, uh, rond het Alkmaarse ja. uh, toch ook aan het nadenken waren over vormen van samenwerking, anders mm -hmm. vormgeven van onderwijs in die, in die knipleeftijd. Dus 10-14, 4-18, nou ja, erg ons. Ja. En uh, in plaats van als uh, bestuurders vanuit concurrentiebeding te denken: weet je, uh, wij doen dit, jullie doen dat en we gaan elkaar helemaal het leven maken, ja. um, uh, was eigenlijk het antwoord: joh, moeten we dit niet gezamenlijk doen? En toen stapten eigenlijk de vijf grootste besturen van Alkmaar, dus dat is het uh, Petrus Canisius College uh, voor het Voortgezet Onderwijs, ja. uh, SOFON, Waaronder uh, onder andere het stedelijk Dalton en Willem Blauw vallen. Ja. Het Mermelius valt daaronder. En de VIAAN, praktijkonderwijs. Uh, en het Jan Arends voor het voortgezet onderwijs. En uh, Ronduit en Saks. Die zijn eigenlijk voor het eerst bij elkaar gekropen. Van, volgens mij moeten we dit in gezamenlijkheid doen. Ja. Niet aangejaagd door een gemeente die ze bij elkaar zetten aan een tafeltje van jullie moeten. Ja. Niet aangejaagd door een samenwerkingsverband. Maar echt vanuit intrinsieke motivatie. Dit is een goed idee. En dit doen we buiten de concurrentie om. We gaan dit met elkaar doen. Ja, en zoals je het vertelt, klinkt het alsof dat in zichzelf al bijzonder is. En en dat is het ook: een positieve stap. Ja. Uh, betekent dat dus ook dat specifiek dit thema, het drempellozer maken van het onderwijs, bij al die verschillende schoolbesturen, werd gevoeld als een soort noodzaak? Um, uh, uh, dat durf ik niet te zeggen. Dan ga ik voor andere besturen spreken. Dat vind ik, ing Snap ik. een ingewikkelde. Ja. Um, het is het verhiekel geworden waarop wij de samenwerking hebben gevonden. Ja, oké. Okay. Want en, samenwerken met elkaar ja. als onderwijs is sowieso uh, gewoon belangrijk en een goed idee. Ja. ja, veel beter dan de concurrentie. Want daar gaat een hoop geld in zitten wat beter naar de leerlingen kan. Precies, ja. Dus nou ja, die hoorde is genomen. Dat is heel erg fijn. Uh, ik spoel even een beetje vooruit. Want David, jij werd denk ik op een goed moment Gevraagd of iets om uh, werkgroep lid te worden van de nieuwe Alkmaarse. Ja, klopt. Vertel, waarom, waarom haakte jij aan? Wat vond jij boeiend, interessant, belangrijk, nuttig? Ik ben, uh, voor, uh, uh, dit jaar ben ik overgestapt van, van IB'er uh, binnen ronduit naar leerkracht. Uh, ja, dat leerkracht. vinden mensen die luisteren heel fijn om te weten. Wat betekent dan IB'er? Uh, intern begeleider, <laughs> leerlingondersteuning. Okay, en uh, ik wilde heel graag terug voor de klas. Want ik zag als intern begeleider zag ik dat heel veel leerlingen vastliepen in het systeem. Mm. Wat ik heel lastig vond, was dat ik dat uh, vooral moest coördineren... en niet zelf in handen kon hebben. Ja. Uh, en na dacht ik, ik wil dat weer. En de Mathieu Wiegman uh, school kwam toevallig op mijn pad. Uh, daar had ik een rondleiding gehad en ik dacht, kijk, deze visie die past heel erg bij mijn visie. Okay. Hier wil ik heel graag als docent aan de slag. Yeah. Uh, Miranda Kramer, de locatieleider van mij, die zat al in de werkgroep DNA. Uh, met haar had ik heel veel gesprekken over hoe het onderwijs moest zijn. En toen tikte zij te mij aan en zei ze, joh, uh, ik zit in de werkgroep van de nieuwe Alkmaarse. Is dat niks voor je? Juist. Um, en nou, toen ging je daar naar kijken, ja. maar wat boeide jou of prikkelde jou om deel te gaan nemen? Um, eigenlijk mijn, mijn, uh, mijn stap als intern begeleider was om het onderwijs te veranderen. Ja. En ik merkte dat je als intern begeleider zo in het systeem vast van uh, bestuurlijk, maar ook samenwerkingsverbanden, mm -hmm. dat het heel lastig is om daar dan uh, uh, verandering in te brengen. De regeltjes uh, belemmerden jou om ja. je werk optimaal te kunnen doen? Ja. Oké. Okay. Um, en dit zag ik echt als een kans, want dat was nog altijd wel echt mijn droom om uh, met een groep mensen die uh, hetzelfde wilde als ik, yeah. uh, zonder alle kaders en regeltjes eens te gaan bedenken van oké, okay, yeah. maar wat zou dan mooi zijn? En uh, dan achteraf wel kijken, oké, okay, past het misschien niet helemaal binnen de kadertjes yes. en de regels, maar vooralsnog zijn we ook, zijn we ook eigenlijk wij in de werkgroep drempelloos bezig. En uh, ja, dat interesseerde mij heel erg. Oké, okay, ja. dus jij ziet het eigenlijk als een soort mogelijkheid of middel om vanuit een schone lijgedachte, een blanco canvas, te gaan bouwen aan onderwijs dat jij de moeite waard vindt? Ja, nou en voornamelijk waarvan natuurlijk uh, de kinderen uh, of de leerlingen, de jongeren die daarop komen, het de moeite waard vinden. Precies. Maar ik uh, uh, denk wel dat de visie die wij met z'n allen hebben binnen die werkgroep daar ja. echt aan, uh, aan voldoet. Nou, dat, dat hoop ik van harte met jou mee, natuurlijk. Um, jij begint net gelukkig over de leerling. Uh, wat gaat een leerling in het Alkmaarse merken van een groepje mensen dat uh, DNA zit te doen met elkaar? Wat ze gaan merken op de schooldag? Bijvoorbeeld, uiteindelijk. Ja, nou, ik denk dat het, uh, uh, dat het veel meer gaat om uh, uh, het sociale aspect. Waar nu op scholen heel erg nog het didactische bovenliggend ligt. En uh, ja. je wordt op het didactische natuurlijk gigantisch ook afgerekend. Zowel op het uh, primair onderwijs als op het voortgezet onderwijs. En met het didactische bedoel jij dan precies? Uh, het rekenen, het taal, het spellen, het begrijpend okay. lezen. Dus vakinhoudelijke kennis eigenlijk? Cognitief. Ja. Cognitieve, het cognitieve deel. Ja, ja. oké. Okay. Um, zit er ook een heel groot deel uh, sociaal-emotioneel, wat gewoon heel erg uh, belangrijk is. En ik denk dat dat zeker in de huidige maatschappij, maar ook steeds verder in de toekomst, echt het belangrijkste gaat zijn. Dat als je sociaal-emotioneel niet goed in je vel zit, mm -hmm. dat het leren ook heel erg moeilijk wordt. En ik denk dat de kinderen daar heel erg een verschil in gaan merken, dat het veel meer daarop zit. Uh, en het stukje autonomie. Keuzes maken, eigenlijk wat uh, mijn buurman uh, net ook noemde: <laughs> vrijheden, vrijheden, uh, autonomie. Dat daar ook veel meer verandering in zit in plaats van het moeten. Oké, okay, oké. Okay. Ik zie Kees knikken alsof je heel graag een aanvulling wil geven. Uh, uh, nou, wat ik nog wil zeggen is dat het ook belangrijk is dat ze elkaar ontmoeten. Um, op dit moment is het zo dat als je uh, uh, op twaalfjarige leeftijd door die knikkerbak heen bent en je ja. bent in het bakje van basiskader geland, ja. dan kom je eigenlijk nooit meer uh, iemand die gymnasium doet tegen. Um, en dat is heel raar dat we op twaalfjarige leeftijd de maatschappij al gaan indelen ja. in hokjes ja. en dat je elkaar niet meer treft, tenzij als je later uh, een huis hebt en uh, er is wat mis met je huis en je bent zelf niet zo handig. Uh, zei hij met enige zelfkennis. <laughs> dat je dan iemand moet gaan bellen. die je daarvoor nog nooit gezien hebt. En dat, is, dat blijft iets heel raars. Ja. Dus de ontmoeting. en daardoor ook de samenwerking onderling. dat is wat er veel meer vormgegeven moet worden. Oké, okay. en daarmee raak jij misschien een beetje een maatschappelijke uitdaging. die er aan vast hangt. Ja. Uh. Ja. Het blijft natuurlijk heel raar. dat alles wat we buitenschool. als samenwerken bestempelen, ja. dat we in school dat meteen benoemen als spieken. En, en dat soort rare dingen. Um, bedrijven zitten te springen om mensen die verbindingen kunnen maken. Mm -hmm. en kunnen samenwerken. Yeah. En op school moet alles individueel. Oké. Okay. Ja, dus. Beetje raar. Samenwerken en niet alleen samenwerken met uh, mensen die toevallig op hetzelfde leerniveau Niveau zitten. zitten. Ja. maar samenwerken met gewoon alle alles. mensen. een dwarfse doorsnede van de maatschappij. Ja. ja, en dat is dus, je zei net. De, de maatschappij naar binnen halen. en de school in de maatschappij zetten. Dat is dit. Ja, dat, daar waren jullie mee eens, zei die ja, Heel ja, kort, heel, heel hard. <laughs> ja. ja, want als we kijken naar uh, wereld in de school, school in de wereld, dan kun je het op die manier benaderen. Maar je kan het ook benaderen vanuit het perspectief onderwijs. Of leren hoeft niet altijd binnen de muren van een schoolgebouw plaats te vinden. Um, ga ik weer even naar David. Heeft DNA daar een idee over? Jazeker, wij, wij hebben het uh, uh, gehad over, oké, okay, gaan we dit een school noemen of niet? Ja, bijvoorbeeld, want, ja. Want als je het een school noemt, uh, vraag iemand op straat naar een school. Ja, iedereen denkt aan een gebouw, denkt aan lokalen, uh, denkt aan een leerkracht die voor de klas staat. Een ja. bord, tafel, stoelen. ja. Um, maar dat is natuurlijk al honderden De roze honderden jaar, in de kantine, zo. die ja. zitten er ook bij. Ja, ga niet meer in de gezonde school, hè? Ja. <laughs> ja. Daar maar zit maar af en en wel verandering in. Ja. Ja. Er eerst een stereotype beeld over wat een, wat een school, een school zou moeten zijn. Ja, dus zou het niet een leeromgeving moeten zijn? Hmm. Oké. Okay. En, uh, en dan haal je al heel veel, heel veel kaders haal je weg. Wij zijn met uh, de DNA-werkgroep op verschillende plekken geweest. Uh, bijvoorbeeld in de Alkmaarse Stadsfabriek. Uh, ja. um, ja, en daar krijg je een heel mooi beeld van uh, wat er allemaal binnen Alkmaar uh, gaande is. Wat er allemaal is opgezet en waar daar de mogelijkheden zitten tot leren voor leerlingen. Uh, okay. een Kun je een werkings, voorbeeld uh, geven? Ja, ja een houtbewerkingsplaats uh, waarin ze uh, met verschillende machines echt dingen kunnen gaan creëren. Uh, nou, dat, Wat Kees zegt, dat heeft helemaal niks te maken met VMBO basisberoeps of VWO. Uh, ik dat denk heeft dat ze gewoon daar... te maken met de interesse in leren houtbewerken. Ja. En ik denk dat je daar ook heel veel uh, verschillende uh, niveaus kan inbouwen. Mm -hmm. um, en uh, dat daar genoeg complexe uh, problemen voortkomen. Uh, waar de een een hele mooie oplossing voor heeft. En de andere wat langer na over hoeft te denken. Uh, maar dat zit niet vast aan, aan praktijkgerichte of theoretisch gerichte opleidingen. Oké, okay. ja. En... Um, dus ja. bij onze school ga je ook leren, bij DNA ga je ook leren om uh, in, in de stadskantine hout te bewerken. En is dat dan waar het bij ophoudt? Nee, nee zeker <laughs> niet. Nee, ons, ons grote doel is om uh, 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 veel meer uh, uh, van buitenscholen af mensen binnen te halen. Mm. Om met hen na te gaan denken over: oké, okay, hoe zou onderwijs eruit moeten zien? Ja. Uh, wat kan jij bieden aan het onderwijs? Uh, we denken dat er heel veel uh, zelfstandige ondernemers of mensen met, met specifieke kennis echt wel uh, de maatschappelijke betrokkenheid voelen om jongeren mee te nemen in de kennis die zij hebben en de vaardigheden die zij ja. hebben. En het, het grote doel is echt wel om hen binnen de DNA te gaan hengelen. Uh, <laughs> en, ze, uh, en ze echt te vragen van ja, hoe zie ja. jij dat? En ik okay. denk ook dat je dan heel veel mensen tegenkomt die. Uh, uh, zelf ook zijn gelopen in het onderwijs... Ja. en toch iets van hun leven hebben gemaakt. Oké, okay, dus dit is eigenlijk ook min of meer een soort open oproep... aan alle mensen die dit horen. Als je aanhaakt, hè? als ja. je enthousiast wordt hiervan... en je wil een bijdrage leveren, uh, kom gerust naar ons toe. Ja. Hoe kunnen mensen dan naar jullie toekomen? Uh, er is een uh, website van ditisonderwijs.nl. ja. <laughs> En uh, uh, daar uh, staat ook een uh, kopje met de nieuwe Alkmaarsen. En van daaruit kunnen we Juist. contact leggen. Oké, okay, dus dat is al een eerste stapje natuurlijk. Ja. Uh, er gaan vast nog wel heel veel meer interessante momenten komen waarop mensen kunnen aanhangen, uh, aanhaken. Maar dat. Uh... Dat zal. Houden we uh, nog even. Ja, rijden. precies. In verloop <laughs> van tijd. Ja. Uiteindelijk, ja. <laughs> dit zal vast de teaser voor de volgende aflevering. Um, ja, maar dit klinkt heel erg goed. Uh, ik heb nog even een, een vraag uh, aan Kees: uh, toetsen, stoppen. Punt. Ja. Vertel. Um, nou ja, wat uh, David net al zei: er ligt zo'n waanzinnige focus op het cognitieve niveau. Ja. dat we uh, als we Gardner volgen met uh, de zeven intelligenties daar zijn er zijn zoveel andere manieren van intelligent zijn ja. um, als het gaat over uh, muzikaal over andere soorten van intelligentie die komen nu gewoon niet aan bod. Wij meten nu. Wij meten nu soort... alleen of je uh, of je kan nadenken. Ja. En dat is dat is het enige waarop het niveau bepaald wordt. Ja. En als we dat de school uit kunnen krijgen en je gewoon kunnen laten ontwikkelen als mens. Ja. Um, een mens moet dromen, toch? Juist, maar dan bied je dus heel veel meer ja. binnen een onderwijsconcept. En het betekent, ik bedoel, ik hoor nu op de achtergrond echt wel uh, mijn onderwijsinspecteur in huilen uitbarsten. Juist. Mijn um, ro roostermaker van een gebouw, <laughs> geen gebouw meer, maar hoe moet ik dan roosteren? <laughs> ja. Ik hoor echt alle meteen, alle praktische bezwaren die hier aan zitten. Ja. Heeft iedereen wel een fietsdiploma, dat soort dingen uh, allemaal? Dat soort dingen, strikt diploma. Ja. Um, maar het wordt tijd dat we dat eens even loslaten. Want de belangen zijn groter dan. De, de belangen zijn groter. En als we op deze manier doorgaan, dan zal op een gegeven moment de wal vanzelf het schip wel gaan uh, keren. Oké, okay. dus jullie zeggen eigenlijk ook: het is geen vrijblijvendheid om anders te gaan kijken naar het onderwijs. Een het is een noodzaak. Noodzaak. En misschien wel een verplichting naar onze jongere generatie. Mm. Ja. Die mooie dingen. Mooi. Jij, mooie, mooie, ja, ja, ja. ja. Wauw. Wow. <laughs> ik zie Kees gelijk naar David toe draaien. Heerlijk. Heb hem opgeschreven? Verplichting naar onze jongeren. Ja. En ik zag in mijn ooghoek iemand al uh, wijzen dat we eind uh, gesprek moeten gaan eindigen. Mm. En, um, Serious? Ja, zeker. We hadden nog één minuut. Uh, en wat ik aan jullie wil vragen nog is. Um, als jullie nu iets mogen meegeven in één kernachtige zin of in een motto, wat wil je dan de jongeren van nu meegeven? Ja. Uh, de, de, jullie praten zo makkelijk de hele tijd. De, nou, nee, maar wat geef je ze dan mee? Maar het, um, uh, uh, mijn vrouw heeft een leergang op uh, Ubuntu gedaan. En de, 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 de zin daaronder is: Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is. Ik denk dat dat alles samenvat waar ik voor sta in het onderwijs. Dat vind ik een hele mooie. Dank je. Ja, wauw. Ja, en ik, 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 ik ga dan toch even als, als vader, kijkend naar mijn dochters, mm. uh, dan denk ik, uh, je bent goed zoals je bent. Mooie dingen. Dank jullie ja. wel. En daar gaan we mee afronden. En zoals jullie wel eerder hoorden, mocht je iets willen betekenen voor de nieuwe Alkmaars, of daarin willen meedenken, aanhaken. of je mocht ondernemer zijn en denken, nou ik wil daar zeker ook een steentje aan bijdragen. Kijk inderdaad op de website van ditisonderwijs.nl. En uh, volg ons vooral. Dit was Dit is Onderwijs, een podcast waarin we proberen verbinding te maken tussen het onderwijs en de dag van morgen. En de dag daarna. Dit is onderwijs is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en ditisonderwijs.nl.